Hello, good afternoon. NewsCrypto speaking here. I'm going to talk to you about XPay Asset. XPay Asset. It is a platform, as you can see, there is a platform I have already take part in. And this is a platform that has different options to work with. You see here, I have received, just let me show my email that I got from, just let me see here. You see here, this is the okay, here you see here the rent fund. If you have 250,000 of your reckoning left, then correct a 0.05%. It was 0.8%. That is per year, eh? And if you have been flexible, it was 0.35%. It was 0.45 and now it is 0.35. And als jij je geld daar in kwartaal sparen bewaart voor 3 maanden, dan heb je 0.2%. Oké? En als je geld bij hun neerzet voor 500.000, je hebt 0.45%. Dat is wat zij geven als rente op jouw geld. Ik ga gewoon jou andere mogelijkheden laten zien. Mogelijkheden waarin jij bepaalt eigenlijk hoeveel je geld inzet en dan de dingen die jij krijgt. Dat is degene die ik liet zien. Dat is, even kijken. XPay Asset. Dat is een platform. Wat zij doen, ze hebben verschillende mogelijkheden om geld te genereren. Eerst, zij doen het met mining. En je krijgt hash power. En dan hash power kan gewoon mining, BitConnect of Bitcoin minen. En dat ligt eraan hoeveel jij hash power, zeg maar, hebt. En dat wordt bepaald door een matrix dat jij voor kiest. We kijken, wil je hier gaan? Dat is de matrix. Er zijn verschillende pakketten die je kan gewoon aanschaffen. En dan bij iedere van die pakketten, je krijgt hash power, je krijgt kracht om meer te minen. En als je hier kijkt, als jij die 1000 zeg maar koopt, dan heb je gewoon meer power. Dus dat betekent iedere dag eigenlijk, als je hier kijkt. Iedere dag krijg je zoveel commissie, mining commissie. Kijk hier, dat is constant. Dat is, even kijken. Ik ben begonnen 1 november, of die platform is begonnen 1 november, dat mining. En dan iedere dag krijg je een bepaalde hoeveelheid, dichter aan hoeveel je geïnvesteerd hebt. Wallet. Je hebt hier verschillende binary plan. Dat heb ik gewoon geïnvesteerd. Je ziet hier 500 in geïnvesteerd. En ze hebben ook verschillende wallets. Het beste hier kijken. Je hebt Profit Wallet. Dus ik heb hier hun 500 geleend.
En die 500, iedere dag minimum 1% kan je verdienen. Dus minimum, dus dat betekent per maand 30% ga je verdienen. En dan vergelijk dat met 0,45% van wat je van je bank krijgt. Dus even kijken. Dat is wat ik gekregen heb. Dat is het begin. Ik heb begonnen, even kijken. 10 oktober is het begonnen. En je ziet hier 1%, 1%, 1%. En wanneer zij hier... Hier is minder 1%, de commissie, ja, is minder 1%. Maar in ieder geval, je ziet hier, eind van de week, ze werken van maandag tot vrijdag. Dus eind van de week krijg je gewoon een bepaalde hoeveelheid. Dat die percentage die je krijgt op basis van wat je geleend hebt. En dan, dat wordt gewoon in een wallet, zeg maar, voor jou gestopt. In hun... profit wallet en eind van de week gaat naar hier toe. Dus ik heb nou, als ik deze optel, dat is 190 en deze komt ook erbij. Dat is volgens mij maandelijk. Maandelijk komt hij hierbij. Dus je hoeft niks voor te doen. Je laat gewoon geld bij hun investeren en dan krijg je iedere dag 1%. En dan als je hatches koopt, dan krijg je ook bepaalde hoeveelheden hier per dag. Dus dat is gewoon allemaal passief. Nou, vraag komt, hoe betrouwbaar is deze platform? Hoe weet je dat als je een geld erin stopt, dat zij niet weggaan met hun geld? Ik heb gewoon onderzoek gedaan naar deze XP Asset. En het is heel betrouwbaar... company. Het is gevestigd in Polen en die eigenaar, je kan ook de video van die eigenaar zien op Facebook en ik heb ook een video van gemaakt, dus als je mij in mijn video's kijkt, dan staat wel een die uitleg wat XP Asset is en hoe kan je dat in investeren. En dan vervolgens heb je de mining, daar kon je ook zien wat voor faciliteiten ze hebben. De mining zij gebruiken. En dat allemaal is gewoon zichtbaar. En de company, bedrijf, is een gerenommeerde bedrijf. En dat wordt ook geaudit door audit firma in Polen. Dus dat betekent dat gewoon echt, je kan zo zeker zijn als je wil. Dat is de zekerheid dat jij krijgt, dat wordt gewoon geaudit, dat is gewoon die gerenommeerde bedrijf in Polen. Het is niet zo obscuur iets dat ergens anders is, wat jij eigenlijk niks van weet. Er zijn altijd dingen bekend. Er zijn ook heel veel krantartikelen geschreven over deze platform. Dus ik vind eigenlijk een hele goede investering. Er is weinig risico aan. Als je meer informatie wil, laat even weten. Ik kan gewoon jou informatie geven over deze platform. Op dit platform. En je kan ook inschrijven. De link staat hieronder. En dan kan je gewoon inschrijven. En zoals ik zei, je kan ook abonneren. Dus iedere keer krijg je nieuwe informatie over verschillende onderwerpen die met... cryptocurrencies te maken hebben. En ik hoop dat nuttig is geweest wat ik gedeeld heb. En nogmaals, als je een vraag hebt, laat even hieronder weten. Dan kan je toch financieel onafhankelijk te worden. Dat is een mooie manier om onafhankelijk te worden. Je hoeft niks voor te doen. En jouw geld is gewoon ook veilig. Zoals ik zei, is er in een bedrijf. Het bedrijf dat werkt eigenlijk met Bitcoin. En ze hebben verschillende manieren. Ze gaan minen. Dat hier, wat je hier krijgt. Ze gaan traden. Je hebt ook een trading room. Je kan gewoon ook kijken wat zij precies doen. Trading. En ze hebben ook altijd een live webinar, informatie wordt verschaft, hoe precies in elkaar werkt.
En ze gaan ook binnenkort een broker inbrengen, zodat alles in-house wordt gedaan. Daar krijg je ook misschien commissie van. Dus het is gewoon echt voor in beweging. En als jij wil meedoen, graag. Nogmaals, het is mijn idee om mee te doen. Het is gewoon een goede investering. Maar ik ben geen financieel adviseur. Dus je moet ook je eigen research doen. Ik heb mijn eigen research gedaan en ik heb er gewoon deelgenomen. Deel ik ook met jou mee. En dan kan ik kijken of het gunstig is voor jou of niet. Of wil je deelnemen of niet. Eén ding moet ik zeggen, dat wanneer jij geld hierin stopt, dan blijf gewoon een bepaalde periode vastzitten. Maar het geld wat jij krijgt van die van de profit, van de winsten, dan kan je wel opnemen. Dus eigenlijk nou, volgens mij over een maand of twee heb ik mijn 500 zeg maar terug. Dan kan ik gewoon hier kun ik nu al 170 opnemen, maar die heb ik niet nodig. Dus laat ik gewoon groeien. En misschien wanneer het 500 wordt, ga ik nog een keer 500 lenen. Dus iedere dag in plaats van 5 euro wat je hier zit, je krijgt gewoon 10 euro. Dus stel je voor, als jij 10.000 hier instopt, dan krijg je iedere dag 100 euro. Dus per maand 500 per week, 500 krijgen. Dus waar kan je dit geld gewoon krijgen? Dus ik wens je heel veel succes. Vragen heb, laten we weten. Opmerkingen, comments, laten we weten. Thumbs up als je dat nuttig vindt. En hopelijk kan ik jou hier in mijn team opnemen. En dan kunnen wij lekker dingen doen hier. En dan heel veel informatie verschaffen. En ook andere mensen. Dankjewel, sayonara. Tot volgende keer.